Het Instituut voor Defensieopleidingen, IDO, is ervan overtuigd dat het toekomstige leiders opleidt. Bij de start van het opleidingsjaar 2024-2025 vandaag benadrukte Justus Heuaki, commandant van het IDO, dat militairen dit jaar nieuwe kansen en ambities krijgen aangeboden om zich verder te ontwikkelen. Het afgelopen jaar zijn er diverse successen behaald en voldoet het instituut, gelet op de jaarlijkse eindresultaten, aan internationale standaarden. Heuaki onderstreept dat het IDO zich blijft innoveren en verbeteren. Ik nodig jullie daarom uit om met een open geest en vastberadenheid dit jaar in te gaan. Uw succes ligt in uw eigen handen en ik ben ervan overtuigd dat we samen weer uitzonderlijke resultaten zullen bereiken. Jullie inspanningen zullen niet alleen jezelf, maar ook onze organisatie en ons land vooruit helpen. Hieraan sluitend een slotcitaat van Nelson Mandela: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Minister Krishna Kumari Matura van Defensie benadrukte dat ze voor een uitdagend jaar staan, waarin samen de fundamenten gelegd zullen worden voor de toekomst van de defensieorganisatie. De bewindsvrouw is van mening dat de kwaliteit van de defensieorganisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de individuele militairen. Samen van iedereen, dat bepaalt inderdaad de kwaliteit. Dus hoe krachtiger de mens in die organisatie, hoe krachtiger de militairen in de organisatie, de burgers en iedereen vanaf de schoonmaakster tot de bevelhebber, tot de minister, hoe sterker we als defensieorganisatie worden met één en één doel maar: onze samenleving dienen, onze mensen dienen, ons land dienen. En dit is noodzakelijk voor de uitdagingen die we tegemoet treden, de veiligheidsuitdagingen. Minister Matura zegt dat militairen altijd nodig zijn om humanitaire hulp te bieden bij rampen. Het thema van dit jaar voor het Instituut voor Defensieopleidingen is Education is the key that unlocks the golden door of freedom.